Hollandse groentesoep met visballetjes. Snij 300 gram schoolfilet in stukken. Doe de vis met 1 eetlepel groene pesto in een keukenmachine en maal fijn. Doe de fijn gemalen vis met pesto in een kom en meng er 1 eetlepel maïzena en 30 gram croutonmix zontomaat olijf door. Draai er met natte handen soepballetjes van. Breng 1,5 liter water met 3 kippenbouillontabletten aan de kook. Voeg 150 gram krulvermicelli toe en kook 2 minuten. Verdeel ondertussen 1 kleine bloemkool in kleine roosjes. Voeg de bloemkool, samen met de visballetjes, en 350 gram boerensoepgroenten toe aan de bouillon. Laat 6 minuten zachtjes koken totdat de balletjes gaar en de groenten beetgaar zijn. Zo maak je Hollandse groentesoep met visballetjes.